Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki aan het woord tijdens algemene politieke beschouwingen, wisselkantoren ingelicht over Mutual Evaluation CFATF, minister Ramdien tevreden over diplomatieke banden Suriname, mammoetvlaggen wapperen in aanloop naar 25 november en wees COVID-19 de baas door gezond te leven. President Chandrika Persat Santokki is op donderdag 11 november 2021 bij de voortzetting van de algemene politieke beschouwingen aan het woord gekomen. De APB is een serie vergaderingen die voorafgaan aan de begrotingsbehandeling. Het college gaat dan in op de jaarrede van de president, zoals uitgesproken op 1 oktober. Daarnaast presenteert de regering haar visie op beoogde sociaal-maatschappelijke en financieel-economische ontwikkeling, inclusief de projecties van groei en stabiliteit. U hoort president Santokki. Voorzitter, ik merk op dat de stand van COVID-19-pandemie in Suriname, de EBS-tarieven en de start van het nieuwe schooljaar 2021 in een door u ingelaste vergadering na het reces al zeer uitvoerig zijn behandeld in uw geacht college. Dus zal ik daarom niet opnieuw ingaan, maar voor zover het nodig zal zijn, dan zullen we die zaken nader moeten belichten. Hier, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, het is goed om bij de beantwoording van de vragen door de president namens de regering om aan te geven hoe we ervoor staan. En als we terugkijken, dan zien we achter ons een jaar waarin we moeilijke en soms pijnlijke maatregelen hebben moeten nemen. Een jaar waarin de urgentiefase van ons regeerprogramma hebben uitgevoerd, middels inkomstenverhogende maatregelen, uitgaven, verminderende maatregelen, maar vooral ook sociale maatregelen ten behoeve van de samenleving, maar bovenal de kwetsbare groepen. Een jaar waarin we ons hebben gericht op het genezen van de ergste wonden in onze sociaal-maatschappelijke en financiële economische orde, meneer de voorzitter. Een jaar waarin we met steun van de samenleving, met steun van uw gehele parlement, ons herstelplan hebben goedgekeurd en daarmee gezamenlijk hebben gekozen om het pad richting beter Suriname te volgen. Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor ons als land, voor ons als regering, maar met name als we kijken ook naar de samenleving en de reacties vanuit de samenleving. We hebben, meneer voorzitter, maatregelen moeten nemen die weliswaar de ontwikkeling en gezond maken van ons land bijzonder dienen, maar die misschien niet zozeer goed doen aan die populariteit van die regering. Maar het zijn maatregelen, meneer de voorzitter, die noodzakelijk zijn. Mede tegen de achtergrond van de heersende COVID-19-pandemie vallen ze nog zwaarder bij grote delen van de samenleving. Maar meneer voorzitter, gelukkig heeft de samenleving ons niet het mandaat gegeven om populair te zijn, om populistisch te zijn. We hebben het mandaat gekregen, meneer voorzitter, om keihard te werken, om het land en volk te redden, voor nu, maar ook voor de toekomst. En om welvaart en duurzame ontwikkeling te brengen voor deze en de volgende generatie, meneer voorzitter. En laat mij er direct bij vermelden dat een ieder die in het loop van het jaar de cijfers goed bestudeerd heeft, meneer de voorzitter, en samen met ons heeft bekeken, dan weten ze dat de maatregelen onafwendbaar waren. Ze waren noodzakelijk, tenminste
als je geen schijnwelvaart wil in de samenleving. Maar echte welvaart. En die echte welvaart begint door eerst die basis te leggen. Door eerst puin op te ruimen. Door eerst dat grote gat te dichten. Door dan het fundament te leggen. En daarop te gaan bouwen. Dat nieuw Suriname wat we allemaal graag willen, meneer voorzitter. En het gaat, ja, gepaard met pijn. En we danken het volk. We danken het volk voor het begrip wat zij toont, meneer voorzitter. De offers die het volk brengt. Maar dat zal rijkelijk beloond worden, zeer binnenkort. In het kader van haar Mutual Evaluation van februari tot en met maart 2022 zal de Caribbean Financial Action Task Force ook in Suriname een on-site inspectie uitvoeren. Om stakeholders alvast hierop voor te bereiden, wordt momenteel een serie bewustwordingsactiviteiten georganiseerd. Op donderdag 11 november kwam de Project Implementation Unit bij elkaar met vertegenwoordigers van geldwisselkantoren. Zij zijn ingelicht over het traject naar de Mutual Evaluation van de CFATF. Wij legden het volgende voor u vast. Enige tijd terug, en dat is in juli van dit jaar, ben ik gevraagd geworden door de regering om mee te helpen sessies te onder andere sessies te organiseren vanuit de PIO om de verschillende sectoren te informeren over de aanstaande evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force. En wij als PIO hebben dit samen opgezet met de Nationale Anti-Money Laundering Commissie. En u moet me vandaag hier zien als coördinator van de PIO. Na mijn pensionering achtte de regering het nodig om van mijn opgedane ervaring in de afgelopen jaren nog een bijdrage te leveren. En dit is een verband waarin ik nog wat activiteiten verzet. Het ultieme doel van deze sessies voor de verschillende sectoren die wij zullen hebben, het zijn in totaal, als ik me niet vergis, 10 sessiedagen. Dat doel kan ik als volgt omschrijven. De deelnemers bekend, zeker bewust te maken van wat aan hun zijde de wettelijke taakstellende verplichtingen zijn om te voldoen aan de wetgeving voor hun branche en tegelijkertijd hun te informeren over de aanstaande evaluatie van de CFATF, welke zich zal voltrekken eind februari naar begin maart 2022. In totaal ruim 10 tot 12, 14 dagen waarin vertegenwoordigers van de Caribbean Financial Action Task Force in Suriname zullen zijn om met vertegenwoordigers in de publieke sector, maar ook bij de overheid, gesprekken te doen ten einde te weten te komen waar Suriname voor staat in de aanpak van witwassen, het bestrijden van terrorismefinanciering, het bestrijden van corruptie en het tegengaan van de illegale handel in wapens en munitie. Ja, we geven ze sowieso een indicatie van wat er gesteld kan worden, welke vragen er kunnen komen vanwege de ervaring die er zijn met andere landen die reeds geëvalueerd zijn. En bij de vierde ronde, wat ik ook bij mijn presentatie ook al heb aangegeven, ziet de evaluatie er heel anders uit ten opzichte van de derde ronde. Er is meer diepgang en, in de materie en men wil expliciet weten hoe goed, hoe adequaat het toezicht wordt uitgeoefend en hoe adequaat de financiële sector of de niet-financiële sector functioneert en of ze een goed AML-CFT-beleid hebben intern en hoe ze hun klanten bedienen. We zijn wel weer bezig met de aanpassing van die wet. Dus het zal niet geweldig veel betekenen voor de cliënt. In de zin van, de cliënt moet hooguit bij bepaalde transacties wat meer documentatie en informatie aanleveren. Maar that's it. Ik bedoel, het gaat erom dat
het beleid of de procedures die worden gehanteerd een beetje risicogebaseerd zijn. Ik gaf het ook al eerder aan. Als iemand een 50 euro krijgt uit Nederland, is dat geen ramp. Als hij 1 keer per maand krijgt, maar als hij elke week of elke maand 10.000 of 9.000 euro moet ontvangen en noem maar op, dan zou je er beter naar moeten kijken op grond waarvan, wat is de bedoeling ervan en zit er wel iets achter. Dus het gaat erom van risicogebaseerd de transacties bekijken en de cliënten. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is tot nog toe tevreden over de diplomatieke relaties van Suriname. Terugblikkend op het afgelopen regeerjaar geeft hij aan dat het nog niet is wat het wezen moet, maar dat Suriname in elk geval op de kaart is geplaatst. De bewindsman is in gesprek met de communicatiedienst Suriname breedvoerig ingegaan op de internationale betrekkingen van Suriname. Wij brengen u een fragment van dit vraaggesprek. We zijn sterke relaties aangegaan, intensieve relaties met onze buurlanden, met Guyana, met Brazilië, met Frans-Guyana. En we hebben de resultaten ook gezien. Er zijn 3-4 bijeenkomsten al geweest op het hoogste politieke niveau. We zijn met Brazilië nadrukkelijk bezig geweest. Mid-januari, zal de Braziliaanse president hier zijn. De Guyanese president komt ook een dag daarna hier om een trilaterale summit te hebben om te praten over strategische samenwerking. Dus we hebben met Frans-Guyana verschillende overeenkomsten afgerond met betrekking tot de grens. We hebben voor het eerst een Franse minister van Buitenlandse Zaken gesproken, formeel en een document ondertekend. Dat is voor het eerst gebeurd na 45 jaar onafhankelijkheid. Dus ik ben tevreden over de regionale, de nabuurlanden. Maar we zijn ook in CARICOM-verband nadrukkelijk bezig. En niet alleen door te participeren, maar de president, ikzelf, andere ministers, zijn substantieel bezig met visie uit te dragen. Het is niet alleen participeren om die stoel warm te houden en te zeggen dat je er bent geweest. Nee, het gaat erom dat je visie uitdraagt, dat je meedoet in die discussie. Op die manier creëer je meer respect en waarde voor je land. En dat zien we ook nog steeds gebeuren. De president gaat vanaf januari in het bureau van CARICOM zijn. Vanaf juli is hij voorzitter voor 6 maanden lang. Dus voor de komende, vanaf januari, 1,5 jaar, zullen we heel nadrukkelijk betrokken zijn. Dat gaat je gezag geven, maar ook gelegenheid om heel wat meer dingen te doen. En dan hebben we de relatie met Nederland hersteld, wat verwachtbaar was. Dat was beloofd. De relatie met Frankrijk is sterk aangehaald. We hebben de relaties met China, India, Indonesië herbevestigd en we willen in Zuidoost-Azië. En daarom vandaag, toen we spraken met de ambassadeur van Vietnam, de relaties in Zuidoost-Azië moeten niet alleen zijn gefocust op een India, op een Indonesië of op een China. Dat zijn culturele relaties die we zijn aangaan omdat we hier van die landen, personen uit die landen hier hebben. Wij moeten verder gaan in Zuidoost-Azië. Dus ik denk aan Thailand, ik denk aan Vietnam, ik denk aan Zuid-Korea, ik denk aan Singapore, aan Maleisië. Ook die landen kunnen een bijdrage leveren. Ik heb inmiddels met de meeste van deze landen, hun ministers van Buitenlandse Zaken, gesproken. Dus we gaan intensiveren. We hebben relaties met internationale organisaties verbeterd. Vanaf IMF tot de Wereldbank, IDB, de Caribbean Development Bank. Ook met de OAS, met PAHO, met WHO. Allemaal landen waar we eigenlijk achterstanden in lidmaatschapsgelden hebben. Gelukkig hoor ik vandaag dat met WHO alles geregeld is. We hebben geen achterstanden meer. Dat zijn bijdragen die we leveren om Suriname weer op een nette manier uit te dragen. Dus er is veel gebeurd, er is nog veel te doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gezag, het respect voor Suriname internationaal gewoon toeneemt. De mammoetvlaggen die naar hoogtijdagen toe worden gehezen, zijn in het kader van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid wederom de lucht ingegaan. Dit gebeurde op donderdag 11 november 2021.
De vlaggen zullen gedurende 2 weken op 4 verschillende locaties wapperen. Het doel is voornamelijk het illustreren van het nationaal bewustzijn. Bij het hijsen van de kolossale vlaggen zijn het Nationaal Leger, het Korps Politie Suriname en de Wegenautoriteit betrokken. Kijkt u met ons mee. Vandaag worden de mammoetvlaggen gehezen met het oog op de 46e staatkundige onafhankelijkheid, de herdenking ervan. De coördinatie ligt bij de Wegenautoriteit Suriname. Wat kunt u ons hierover vertellen? Nou, de mammoetvlaggen worden gehezen op de hoogtijdagen. Deze is gehezen in verband met Srividensi. Het wordt 2 weken ervoor gehezen en het blijft dan 2 weken erna. De locaties zijn al bekend, neem ik aan. De locaties zijn 1, regeringsgebouw. De tweede locatie is hier, van het Hoge Ruistraat. De derde locatie is tegenover het gebouw van SLM. En er is ook een vierde locatie, de Sanderij. Ik zie dat de politie en het Nationaal Leger ook betrokken is. Hoe is de samenwerking? Nou, de Wegenautoriteit is de beheerder van de mammoetvlaggen. Ze worden gehezen door de militairen. Door, natuurlijk ook met de ondersteuning van de politie. De samenwerking gaat heel smooth. Natuurlijk is het ook alles voorbereiden en al, coördineren. Maar het is aardig gelukt. Het hijsen van de vlaggen heeft een nationalistisch karakter. U als jonge Surinamer, wat is uw boodschap in verband met de herdenking van de 46e staatkundige onafhankelijkheid? Nou, mijn boodschap is dat wij allemaal in vrede en harmonie met elkaar moeten leven. Seranang Srividensi, sana yubo skopu di ala de seranama. Na lebih bunya aital alamam trofi ketaris. Alamanya aital. Rat na air lebih na lebih so de nono de film lebih kosong. Komersi kide nono de. Mek alaman biginya aital la direk alamai kowees. A natuur srefo meki kowees. Goedemorgen, u ziet daar de Surinaamse vlag wapperen. Straks herdenken wij 46 jaar staatkundig onafhankelijkheid. Heeft u boodschap daar, in verband daarmee? Dat het veel beter komt met Suriname. Vooral met de huidige situatie. En dat wij, winnen. Gewoon afhankelijkheidsrevidentie, Sana Boskopu. Ja, toch, ik ga met een relax in Atenja. De Uluku Sauka City, Borofara. Ja, toch, City. Gezond leven maakt uw weerstand beter en daarmee voelt u zich ook fitter. Het klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Het vergt wat inzet en toewijding om gezond te zijn en een sterke weerstand op te bouwen. Dit is van belang tegen de achtergrond van COVID-19. Gezonde voeding en leefstijl hebben alles met elkaar te maken. Zeker in deze tijden. Mensen die een minder goede levensstijl erop nahouden, zijn sneller vatbaar voor ziekten. In het geval van COVID-19 zou het dan fataal kunnen aflopen. Een gezond voedingspatroon is van enorm belang. Hoe gezonder u eet, hoe beter u zich in uw lijf voelt. Let daarom op uw voeding. Eet en leef gezond en beweeg regelmatig. Vers fruit, groente, vlees en vis kunnen u daarbij helpen. Verminder bovenal het gebruik van suiker en zout. En wilt u nog zekerder beschermd zijn tegen COVID-19? Laat u dan vaccineren. Kijkers, we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.